Hier zie je een beeld met de EOS RP en de nieuwe RF2405 F4 naar 7.1 IS STM lens. En die lens die heeft een speciale optie, en dat is een zogenoemde Grotup macro. En die grooto macro die kun je gebruiken op het moment dat je overschakelt van autofocus naar manual focus. En het zou kunnen zijn, normaal gesproken is dat simpelweg een knopje op de lens verzetten. Maar dat heeft deze lens niet. Dat moet je dus in de camera doen. En er zitten een paar haken en ogen aan. Die willen we graag laten zien. Nou, goed, Je ziet hier een situatie waarbij er een voorwerpje ongeveer op uh, 2 centimeter... Van de frontlens staat dus dat is heel dichtbij. Je ziet ook op het moment dat ik met mijn hand boven die camera kom, valt de belichting op dat onderwerp al een stuk weg. Dus je moet goed opletten wanneer je die functie gebruikt. Ja, dat je de belichting goed verzorgt van het onderwerp. Maar je ziet, je kunt nu op geen enkele manier scherpstellen op dat voorste oog. Je ziet dan de achtergrond, zie je iets, iets scherp, maar in ieder geval op, die, op dat oog niet. Nou, hoe gaan we dat nou doen? In principe moet je eerst overschakelen op manual focus en dat zit. Bij de EOS RP onder tab 7 van opname. Hè, dat is het rode menu. En dan zie je onderaan staan scherpstelmodus. En wanneer ik daarop klik. En ik kies manual focus. En ik ga terug naar het beeld. Zie ik een scherpstelbalk. En die staat nu op iets van 0,2 meter. En wanneer ik nu aan de scherpstelring ga draaien. Ja, dan zie je dat kan ik dus handmatig scherpstellen. En pas nu. Kom ik zo dichtbij dat hij dus op ongeveer, en dan denk ik dat dat 20 centimeter is van de, van de sensor, hè? dus 2 centimeter van de frontlens, maar 20 centimeter van de sensor, scherp kunt stellen op dat oog. Nou prima, dus je hebt die foto gemaakt. Ik zou bijna zeggen, let wel op, het is niet alleen de belichting, maar je moet ook zorgen dat alles stabiel is, want de scherptediepte diepte is zo kort, en wanneer er iets beweegt, ja, dan, dan ben je uit het focusgebied. Uh, dus. dus ja, dat zijn allemaal van die dingen, uh, dat, dat het wel, het is leuk zo maken, groothoek. Maar van de andere kant, ja, het heeft ook wel wat praktische beperkingen. Maar goed, nu komt het feit: je hebt die foto genomen en je drukt erop menu om terug te gaan naar autofocus. Maar wat zie je dan? Het onderste punt, hè, wat, wat staat onder instellen AF aanraken en sleepen, is verdwenen. Dan denk je van, ja, hoe kan dat nou? Ja, hoe dat kan is omdat je, je scherpstelafstand staat nog steeds in het gebied tussen 0,2 en 0,34 meter. Dat is het gebied wat je met de autofocus niet kunt bereiken. Dus wat moet je eerst doen? Wanneer je hem terug wil zetten op autofocus, draai de scherpstelring tot in het gebied waar je normaal scherp stelt met de autofocus. Druk nu op menu. Nu zie je weer. Hey, daar is manual focus. En nu zet je hem op autofocus. En nu kun je weer gewoon gaan scherpstellen. Je kunt dat dus niet dichtbij scherpstellen. Je kunt ook niet aan de, de, de scherpstelring draaien en daarmee scherpstellen, want dat lukt niet. Dan moet je weer een manual focus zetten. Maar dus onthoud: wanneer je die manual focus close-up gebruikt, ja, dat je weer terugdraait naar de scherpstelafstand verder dan 34 centimeter. Ja, want anders kun je die optie niet in je menu terugvinden. Die menu optie die je hier ziet, scherpstelmodus AF... is alleen maar beschikbaar wanneer de lens in het gebied staat van 34 centimeter en verder weg. Sta je in het gebied van 20 centimeter tot 34 centimeter... Ja, dan is die optie autofocus niet beschikbaar. Voor mij had die grijs mogen zijn, want dan had je gezien van... hé, hey, verdorie, hij staat nog in het verkeerde scherpstelgebied. Maar ze laten hem nu helemaal weg en dat kan ja, toch wel een klein beetje verwarrend zijn. Nou, tot zover... Deze ja, wat exclusieve bediening van de EOS RP met een RF2405 F4 1.7 STM IS lens van Canon.